Het nieuws in 1 minuut. Er komt een nieuw onderzoek naar de risico's van de volksgezondheid en de verontreiniging van het grondwater bij de teerput in Vassen. Dat hebben de provincie Overijssel en de dorpsraad gisteravond bekendgemaakt tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een onnodige hersenoperatie bij een patiënt van Janssen Steur. De oud-neuroloog gaf samen met de patholoog opdracht aan een neurochirurg van het Medisch Spectrum Twente om tot 2 keer toe delen van hersenen weg te nemen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten loste gisteren bij de sociale werkplaats van Avelijn in Enschede een verloren weddenschap in. Pensioeninstelling PGGM houdt elk jaar de wedstrijd Bedankt de Zorg. Dit jaar was afgesproken als er meer dan 11.000 bedankjes binnen zou komen, de staatssecretaris de handen uit de mouwen moest steken. De rechtbank in Zwolle plaatst televisiecamera's in zittingszalen. De beelden kunnen door omroepen worden gebruikt. De rechtbank wil op deze manier de rechtszaken toegankelijker maken voor het publiek.